Vandaag gaan we aan de slag met de zomerbollen. Iedereen kent ze wel, lelies, dahlia's en gladiolen. Maar iedereen kent ze vooral uit de bloemenzaak voor in een mooi boeket. Maar de grap is, zomerbollen kun je heel goed zelf planten. En dat doe je in het voorjaar, dus niet in het najaar. En als het goed gaat, heb je prachtige planten die je dan vervolgens kunt oogsten en verwerken in je eigen boeket. Zomerbollen zijn weer helemaal terug van weg geweest. Ik kan ze heel erg goed combineren met vaste planten, bijvoorbeeld in borders. Maar ik kan ze ook zetten in moestuinen. Dat heb ik vorig jaar hier ook gedaan. Dit zijn de dahlia's van vorig jaar. Je ziet, eigenlijk zijn het knollen. Heel veel verschillende knollen bij elkaar. En wat het leuke is, je kan die knollen loshalen en die kun je één voor één terugplanten. Waardoor je dus eigenlijk heel veel nieuwe planten maakt. Vroeger moest je de knollen van de dahlia's uit de grond halen en dan in de winter inpakken in papier en neerleggen op een donker plekje in je schuur. Op die manier kon je ze dan overhouden. Maar tegenwoordig zijn die winters wat warmer en is de kans dat ze kapot vriezen een stuk kleiner. Dus ik laat ze gewoon lekker in de border zitten. Kijk, dit is de oogst met dahlia knollen en je ziet het, ik ben een rijk man. Dat worden heel veel nieuwe planten. Ik ga ze alleen niet op hetzelfde stukje terugzetten. Je moet namelijk doen, maar net als veel andere gewassen in de moestuin, aan wisselteelt om ziektes en plagen te voorkomen. Dus ik ga hier nu aan de slag met gladiolen. Dat zijn ook prachtige planten. Kijk. Dip je als je bollenplant, maakt niet uit wat voor soort of knollen. Je mag ze 2 tot 2,5 keer zo diep planten als de bol groot is op hoogte. Bloembollen heb je in heel veel verschillende soorten en kleuren. Je ziet al wat voor prachtige dahlia's je hebt. Nou, ik zet ze hier in een mand. Dat is natuurlijk hartstikke makkelijk als je een balkon of een dakterras hebt. En wat ook wel mooi is, mocht het dan 's nachts in de winter een keertje echt hard gaan vriezen, kun je de mand naar binnen zetten. Moet je er wel aan denken dat je hem op een koel plekje neerzet. En dan heb je elk jaar prachtige zomerbloemen in je tuin.